Goedenavond, welkom bij de persconferentie in de afloop van de wedstrijd Almere City FC NEC Nijmegen op vrijdag 3 oktober. Naast bij de beide trainers en als eerste wil ik het woord geven aan Ruud Brood en hem tevens feliciteren met het behalen van deze periodetitel. Meneer Brood. Dankjewel. Ja, niets heet het zo mooi zonder slag of stoot. We wisten van Almere City, ongeacht hun positie, dat ze een redelijk goede spelopvatting hebben. Combinatievoetbal spelen en natuurlijk ook in de beker vorige week ADO Den Haag eruit hebben gegooid. Dus in onze optiek heel serieus opgepakt. Als je de eerste helft bekijkt, als we dan toch over tactiek hebben, vond ik ons verdedigend niet goed staan. We hadden wat sneller door moeten dekken aan een bepaalde kant. Waardoor je dan van daaruit wat makkelijker gaat voetballen. Je zag wel dat voor ons op de zijkant de ruimte lag. Het zij met onze buitenspelers of opkomende backs. Nou, ik vond dat de as behoorlijk vol was. Dat we weinig creëren en ook weinig stootkracht hadden. En uit het niets scoren we een fantastische goal. Denk ik met Ali Reza. Maar we waren natuurlijk niet tevreden. Nou, dan hebben we natuurlijk ook even een moment gehad om dat te bespreken. Met het oponthoud. En vervolgens tracht je natuurlijk de 0-2 te maken. We hebben ook doorgewisseld. Tom Dame had al een gele kaart op zak. En we wilden toch daar geen risico mee nemen. Omdat we niet altijd de controle over de wedstrijd hadden. En we vonden ook met een aanspeelpunt als Christian Emilsson. Ja, dat hij samen met Sjoerd Ars wel wat stootkracht in de sessie kon brengen. Nou, dat zag je denk ik wel in de combinaties toen we de 0-2 maakten. Maar het gaf ons nog niet het gevoel dat het gespeeld was. En dan zie je dat je niet nog de meedogenloosheid hebt van 0-3 eventueel. En uiteindelijk geef je dan een vrije trap weg en die schieten zij gewoon goed binnen. We kunnen daar natuurlijk intern nog wel over hebben dat dat niet goed was. Zou ik het tactisch houden? We winnen 2-1. Dat wil je niet te veel. Je pakt een periode titel. Dat geeft iets aan over die periode. De eerste 3 maanden denk ik dat we als NSC zijn en de organisatie aan zich een stuk beloning nu hebben gehad. Dat we op weg zijn. Het geeft een middel tot promoveren in de play-offs. Iedereen weet ook wel dat ons doel dat is. En het liefst direct. Ja, dan kunnen we nu even achterover zitten en genieten daarvan. En vanavond ook het feestje vieren. Dat geldt dus ook met de enorme getalen die er waren met de supporters en de sponsors. Dus daar zijn we heel erg blij om. Maar iedereen heeft ook wel kunnen zien dat er nog werk aan de winkel is. Maar laten we de complimenten geven aan al die mensen die NEC een warm hart toedragen. En met name ook de spelers. Dankjewel. Meneer Brood, dank u wel. Geef ik nu het woord aan Fred Grim. Ja, ons verhaal is natuurlijk anders. Wij snakken naar een overwinning. Wij laten wekelijks het goed voetbal zien. Verzorgd voetbal zien. En we trekken niet altijd aan het langste eind. Vanavond weet je dan dat NEC op bezoek komt. Gewoon de beste ploeg op dit moment in mijn ogen van de Jupiler League. Een ploeg die goed in balans is. Wie fysiek sterk is. Toch een aantal spelers heeft die al het een en ander hebben meegemaakt. En dat is zeer zeker een surplus. Maar als je dan kijkt hoe wij daartegen voetballen en wat we laten zien, dan moet ik heel eerlijk zeggen dat dat wel zo is zoals we graag willen. Zoals ik graag wil. Alleen de goal die we tegenkrijgen is weer uit een doodspelmoment. En dat is al een aantal keren gebeurd dit seizoen. En dat zijn dan toch denk ik de finesses waar wij wedstrijden verliezen. Dan gaat het vaak het blokken van ballen, het duel spelen, een mes tussen de tanden hebben bij dat soort situaties, zoals corners en vrije trappen. Ja, daar moeten we gewoon keihard aan werken met elkaar, want dat is iets wat zich steeds weer herhaalt. Ja, en op het moment dat we ook echt de kansen creëren, dan moeten we daar ook wat meer stootkracht hebben en dan moet die bal ook echt over de doellijn. Natuurlijk een oponthoud gehad. Het was net na de 0-1. Of ik nou moet zeggen dat dat een voordeel was of een nadeel voor ons. Ik had het idee dat mijn ploeg op dat moment wel gewoon door kon voetballen en het kopje erbij had. Dus wat dat betreft is het dan een nadeel. Dat we dus na rust heel snel op de 0-2 komen, ja, dat is heel erg moeilijk. Dan tonen we toch veerkracht, blijven we doorgaan, maken dan een goede vrije trap. Uiteindelijk de 1-2.
En dan is het denk ik jammer voor ons dat we niet de 2-2 maken. En dat, ja, dat was qua inzet en qua spelbeleving in ieder geval ja, wel verdiend geweest. Al moet ik wel zeggen dat de NEC op een gegeven moment ook de trekker over moet halen. En als ze dat hadden gedaan, dan ja, had de wedstrijd veel eerder beslist geweest. Bij deze, Ruud, gefeliciteerd en heel veel succes met je ploeg. Dankjewel Fred Grim, Ruud Brood, dankjewel. Rest mij niets anders dan, dan beide trainers in de rest van het seizoen veel succes te wensen en iedereen een goede thuisreis. Dank u wel. Dag. Voor elke kans.